Hallo lieve schorpioen, leuk dat jij weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 41. Dat is 9 oktober tot en met 15 oktober. Het is een algemene reading. Haal er vooruit wat je nodig hebt. Lieve schorpioen, wat is jouw hoofdthema voor deze week? Dus even kijken. Het is een week waarin je je grenzen mag gaan stellen. Dus tot hoe ver mag iemand bij jou gaan, maar ook tot hoe ver ga jij zelf? Waar liggen jouw grenzen? Daarnaast zie ik vooral dat het een emotionele week zou kunnen zijn. Waarin er misschien veel emoties los kunnen komen. En er wordt dan ook vooral gezegd dat het belangrijk is om lief te zijn voor jezelf. Te luisteren naar je eigen gevoel en jezelf liefde te gaan geven. We gaan eens even verder kijken, lieve schorpioen, wat je verder deze week allemaal kan verwachten. Wat kan de schorpioen deze week verwachten? Dan zie ik dat je heel erg bezig bent met dingen los te laten. Ik zie dat je heel erg gesteund wordt, maar je zit op dit moment in een soort van bubbel en daarin loop je een beetje vast. Welke stap moet ik gaan zetten? Hoe kom ik hier dan uit? Je wilt graag verder groeien, maar het lijkt erop alsof je wordt tegengehouden. Mensen proberen je te helpen om de juiste steun te bieden of te helpen met welke richting je op kan gaan. Dus je bent heel erg op zoek misschien ook nog wel naar bepaalde steun. En daarnaast bied je ook steun aan anderen. Wat ik vooral ook zie is dat je echt bezig bent om wel echt de reis van je dromen te maken. In de zin van al je dromen waar te maken. Alleen op dit moment kan het zijn dat je het wat somberder inziet. We gaan eens even verder kijken, lieve schorpioen. Naar een mooie positieve boodschap voor jou voor deze week. Ik kan altijd een oplossing vinden. Blijf positief. Dus lieve schorpioen, als je echt even vast zit, laat het even los. Probeer even in en uit te ademen en denk even weer aan wat positiefs. Wil jij graag verder ontwikkelen? Op de website www.mediumdaphne staan verschillende workshops en opleidingen. De opleiding voor mediumschap start weer in januari. Wil je daarbij zijn, geef je dan snel op. En wil je een 1-op-1 reading? Dat kan. Kijk dan op www.mediumdaphne.nl. Het kan via WhatsApp, via videoreadingen, via Zoom, in de praktijk, noem het maar op. Wat wel even belangrijk is, is een nieuwe mededeling. Vanaf november zal ik de WhatsApp-readingen alleen nog maar op de maandag en de woensdag doen. Dus wees daar alvast op voorbereid. Wie weet, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken.